Een hele goede dag vanuit Liechtenstein. Nou, dan moet ik eigenlijk al gelijk corrigeren, want we zitten helemaal niet in Liechtenstein, we zitten in Oostenrijk. We zitten wel met de mannen, Henk van Einshoever en Hugo Hovenkamp, om de kranten door te nemen. De Liechtensteinse kranten, die waren wel lastig te vinden, maar we hebben wat gevonden, gelukkig online. Mannen, allereerst, hoe vonden jullie het gisteren in het stadion? Ja, ik vond het heel knus. Ja, wel een oud stadion, maar het lag prachtig, hè, tussen de bergen. En, mooie locatie. Ja, echt geweldig. Jij, ja. Hugo? Ja, precies hetzelfde. Het is een oud stadion en het was mooi weer, dus het is ook lekker kijken ook. Hadden jullie hier eigenlijk wel eens gespeeld? Waren jullie wel eens eerder geweest hier? Ja, ja, ja. Ik heb een paar keer in Oostenrijk gespeeld. Niet zoveel, maar toch wel. Ja, toch wel een paar keer. En in Vaduz zelf daar was geweest? Nee. De eerste keer? Nee. Ik kan wel zeggen dat ik hier vlakbij in de buurt op vakantie ben geweest, op wintersport. Kijk, maar dat had ook, hè? Dat is ja, 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 ja. Dat is ook een van de bij Brekens de grens over. Ja. Maar dan heb ik aan Hugo de weg gevraagd, want anders ben ik zo de weg kwijt. Nou, zat ik die kranten te bekijken vanmorgen. We hebben ze overigens digitaal, want we zitten dus in Oostenrijk met het hotel. Maar we hebben dus digitale Liechtensteinse kranten. Het eerste dat me opviel, is dat de prins komt. Ja. Nou, ja. Ik denk dat is toch fantastisch. Dat hè? Is toch leuk. Dat prins Willem-Alexander komt met Maxima. Ja, maar die is het dus niet. Nee, nee. Die is het niet. Nee. Ja, maar ik wist niet eens dat dit een prins had, Liechtenstein. Ja, Liechtenstein heeft een prins. Ja. Wat is dit, een hertogdom of een prinsdom? Volgens mij is het een vorstendom. Vorstendom Liechtenstein officieel. Ja. Okay. Dat ja. Zo wel. Ja, vorstendom Liechtenstein. Nou, dat is leuk voor die man. Ja. Ik zal hem een hand geven. Ja, ja, toch? Nooit ontmoet. Ik wist niet eens dat ze een prins hadden. Dus, ja. Nou, een vorstendom wist ik ook niet. Want ik denk dat ik toen achterstevoren in de klas had gezeten toen dat hoofdstuk werd behandeld. Ja. Ja, is dat zo? Heb je altijd achter de voren in de klas gezeten? Nou, soms. Nou, ik had een heel goed cijfer voor op de gangstand. Ja, had je een teamscore? Ja, dat is een topscore, ja. Voetballen wij. Dat is hartstikke leuk. Maar hij moet niet gaan juichen waar ik bij zit. Wat dan? Dan krijgt hij knal van zijn hasses. Ja. Dan gooit hij in de tribune aan. Dat moeten we niet hebben. Dan moet, zullen we hem alvast even van tevoren waarschuwen. Ja, waarschuwen. Nee, Aloys heet hij, doe maar niet. Want maar ik denk ook niet dat zij een goal maken, hoor. Nee. We houden nou gewoon de nul. Punt. Kijk, dit zijn alvast Duitsers. Ja, het is alles of niks. Wij houden de nul. Voor hun. Ja. Dat staat er ook in. Alles of niks staat daar. Ja. Dat is ook wat die trainer zegt. Hè? Die zegt ook, het is alles voor niks. Ja. Ja. En voor ons is het, als je tweede wordt, daarheen nog een extra wedstrijd. Maar je kan beter die pool winnen, ben je klaar. Nou, dat is altijd moeilijk te voorspellen. Ja, en vooral als je... Hey, en vooral, we zijn ze al een keer tegengekomen. Maar ik moet wel zeggen, normaal gesproken jongens, als je gewoon zorgt dat je achter de nul houdt. Ja, dan moet je gewoon direct je eigen plaatsen voor de volgende ronde. En ja, dan is dat makkelijker, want in het overvolle programma wat wij al hebben, en daar hoeven we niet zielig over te doen, want dat wil je natuurlijk zelf graag, zou dat heel goed uitkomen. Ja, maar zegt het wat dat die man, die prins, waar we het net over hadden, die gaat nooit naar de wedstrijd. Ja. Die is wel eens bij het Liechtensteinse elftal geweest, maar die heeft nog een wedstrijd van Vaduz gezien, terwijl die er boven woont met zijn kasteel. Maar die is dan nooit geweest, die gaat nu kijken, zegt dat iets over hoe erg het leeft hier? Wat ik hoor, dan is het dat er misschien 3000, 4000 man komt. Niet meer in dat stadion. Daar gaat een beetje meer in, denk ik. Ja, daar kan 5 in. Ja. Nou, dan gaan er 5 in en dan komen er 3. Wat ik hoorde. Ja. Dat is niet eens uitverkocht. Nee. En toch is de prins er. Kijk, het leeft wel. Nederland heeft natuurlijk wel een redelijke naam als voetballand. Ja. En misschien dat hij het dan leuk vindt om als je tegen zo'n land speelt, of een club uit zo'n land, dat je eigenlijk dan wil laten zien. Hè, een beetje etaleren. Ja. Ja. He, dat denk ik. Maar... Of hij weet dat jij komt, dat die man geeft. Nou, denk je dat? Ja. Dat denk ik eigenlijk. Ja, ja, ik ook. Dat denk ik over na. Ik denk wel als ik hem een hand geef, dat ik dan wel mijn vingers naar tel. Want ja, jongens, ze zijn zo stervensrijk en die willen altijd nog rijker worden. Dus ja, daar ben ik wat kwijt. Ja. Moet je even opletten dat je niks krijgt. Ja, dat ik alles terugkrijg. Die trainer die heeft gezegd, Alessandro Mangiarati, mooie naam trouwens. Ja. Die zei vorige keer met 10 man kregen wij nog een kans op de 2-2. Ja, kansen op de 2-2. Dus zij hadden het heel moeilijk. Pas die laatste 10 minuten maakten ze 3 doelpunten. Hoe zagen jullie dat? Zijn jullie het daarmee eens? Ja, ik vind wel dat wij te ver hebben laten komen. We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Maar het was allemaal even te makkelijk. Ja, dat sluipt er gauw in. En ja, dan maken hun 2 goals. Nou ja, en je kan zien, ja, dan gaan wij toch nog het laatste stuk pressen. Dus ja, dan worden we toch weer getriggerd. Maar eigenlijk je zou niet in zo'n situatie moeten komen vanavond. Je moet gewoon direct goed beginnen. Snel een goal maken en dan kijken hoe hun erop reageren. Dat is meestal tegen zulke tegenstanders. Ja. Als je snel een goal maakt, kijk alle bekerwedstrijden in Duitsland, in Nederland, allemaal tegen kleinere clubs. Mm-hmm. Bijna iedere
Bundesliga club of Premier League club moeilijk. En dat is ook in Nederland, als je in het begin geen goal maakt. Dan gaan ze het dichtzetten. Ja, maar je hebt het van de week gezien bij de bekerrondes die er waren. Zeker, waren de eerste vier of vijf ploegen in Nederland vrij van waren uit de Eredivisie. Ja. Dan kan je zien dat je in de problemen komt als de kool te lang uitblijft. Je krijgt de tegenstander krijgt altijd één of twee of drie kansen. Altijd. Het zegt ook wel wat dat zij thuis in de Conference League bijna onverslaanbaar zijn. Ze hebben één keer verloren thuis van Dnipro met 2-1. Die in de laatste minuut. Maar in die voorrondes hebben ze gelijk gespeeld thuis tegen NK Koper, Konyaspor en Rapid Wien. Mm-hmm. Ja, dat is knap hoor. Ja. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Rapid Wien, Oostenrijk. Ferry Druijf. Is toch een grote naam in het voetbal? Ja, zeker. Het is niet meer zoals vroeger. Want het is in Oostenrijk is het heel simpel. Er is alleen maar Salzburg, die wordt kampioen achter elkaar. Dan heb je Lask Linz en Sturm Graz. Maar in de middenmoot speelt Rapid Wien, Austria Wien. Maar dat was vroeger was het altijd 1-2. En Rapid hebben het, die hebben het onderschat. Dat kan niet anders. Ja. Kijk, het mag niet, hè? Als je tegen een kleinere club speelt, mag je hier nooit. Je moet gewoon vol gaan. Maar dat is soms moeilijk als na 20 minuten geen goal valt. Ja. Dan is, en dan ga je geforceerd spelen, want je moet en je wil. En het moet ook. Ja. Maar als wij nou in ons normale doen zijn, moet je gewoon winnen. Ja. Moet je gewoon winnen. En normale doen, we hebben natuurlijk nu dan 3 wedstrijden bij verloren. Kan je dan gelijk spreken over een mindere fase of vind je dat te snel? Dat vind ik te snel. Ja, ik vind het te snel. Er is geen profvoetballer die het veld in gaat om te zeggen van nou, ik ga even lekker spelen en even rustig aan. Dat bestaat niet. Nee. Die willen winnen. Dat sporter, heb je ook niet gezien. Dat topsporter wil winnen. Ja. Maar ja, goed, en het lukt, dan lukt het. Ja, maar soms lukt het ook niet. Ja, want dat is wel wat die coach heeft gezegd. Hè. Die zegt, AZ zit in mindere fase, zal de druk voelen. Dus als wij gedurfd en brutaal voetbal spelen... Nou, ik hoop dat hij dat doet. Nou. Dat hoop ik dat hij dat doet. Dat denk ik wel bij mezelf. Ik denk niet dat hij dat doet. Die zo lang mogelijk de nul in de hoop dat die ene kans die ze altijd krijgen... Die komt een keer. Die komt een keer. Ja, dus zij gaan de bus parkeren. Ja, volgens mij wel. Die gaan niet vol op de aanval. Laat hun maar stormen. Gewoon heel simpel. Ja. Als wij ons eigen spel spelen, dan zijn we gewoon nog kansrijker. Ja. Als wat ik dan nu denk. Ja, ik verwacht het niet dat hun als een gek naar voren gaan lopen. Echt niet. Nee. Zeg het maar, wat wordt het vanavond? Ik begin bij jou, Hugo. Ja, ik zeg 0-3. 0-3. Ja. Ik 0-2. 0-2? Nou, betekent wel overwinteren. Ja. Ja, maar dat zou heerlijk zijn ook voor de ploeg. Ja. Zeker. En voor AZ zelf ook. Ja. Mannen, bedankt voor jullie tijd. Voor de koffie, ga nou even die prins. Die prins? Ja, die prins. Die moet je even interviewen. Maar ik weet niet of hij dat wil, die prins. Ja, dat wil. Ik vraag het wel aan hem. Hey. Hebben jullie eigenlijk ooit de koning ontmoet in Nederland? Ik niet. Ik, in Suriname. Ja? Was hij een beetje aardig? Nee, dat was in 1967 bij de Koningsrijkspelen. Moet je opletten hoor. Nou, ja. 68. Eén van die twee. Nee, 68. God, toen speelde ik in de UEFA-jeugd. Of in de Nederland. Hoe noemden ze dat toen? 16-18. Ja? Nederlands elftal. Ja. En daar was Beatrix met Prins Klaus. Oké. Okay. Dus niet, ja, dat was prins, hè? Ja. Ja. En die gaf ons dan allemaal een handje. Ja. Ook ik was mijn hand kwijt, maar goed. Tellen. Nee, maar vriendelijke mensen? Ja, nee, vriendelijk? Gewoon vriendelijk. Ja. Gewoon, je geeft een hand en die waren daar ook. Dus de Koningsrijkspelen, voor mij is dat niet meer... Ik weet het niet. Het is zal dat nog steeds doorgaan? Jarenlang heb dat doorgaan. Jarenlang natuurlijk geweest. Hè? Allerlei sporten. Allerlei sporten. Ja. Maar ook met de boven- en benedenwinst Nederlander erbij. Hè, toen. Ja. Mannen, bedankt. Graag gedaan. We gaan lekker kijken vanavond. Dan gaan we het zien en dan gaan we hopelijk door. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. 7:15, dan te zien bij ESPN. De wedstrijd tussen Vaduz en AZ.